de backup aansteekt. Nou, dames en heren, het bevrijdingsvuur. Het is niet te verwarren met het vuur wat uit Wageningen komt. Want die is pas op 5 juni. Dit vuur komt eigenlijk oorspronkelijk uit Bayeux. En Bayeux is een stad in Frankrijk. Hij was als eerste stad van Frankrijk dat bevrijd werd. En heeft een verbondenheid met Eindhoven. Omdat Eindhoven ook de eerste stad in Nederland is geweest die bevrijd werd. Die verbondenheid heeft zich naartoe geleid dat de vlam die ieder jaar in Bayeux op 16 september ontstoken wordt. En in 2 dagen tijd naar Eindhoven wordt gebracht. Dus hij komt op 18 september op het 18 septemberplein. Komt hij daar aan. Van daaruit wordt het vuur weer verder verspreid. En in dit geval, deze vlam komt uit Mijl. We hebben vandaag daar een hele ceremonie gehad. Het GHC, de lopersgroep uit Gemert, heeft het vuur lopend opgehaald. Dus dat is een prestatie op zich. Voor mij althans. we gaan een backup maken. We hebben de eerste kaars ontstoken. De tweede kaars steken we nu aan. Als backup, vooral mocht de ene uitgaan, blijft er altijd eentje branden. Dus ga ik nou... Het vuur van de vrijheid, van de bevrijding. En hopelijk blijft ze branden en hopelijk blijft ze voor altijd branden. Dat ook onze vrijheid bewaard blijft. Ik zou zeggen, geef het vuur door en blijf het doorgeven zoals wij gewaarborgd blijven van deze vrijheid. GHC, nogmaals bedankt voor het halen van het vuur. En aanwezige gasten, bedankt voor uw komst. Ja, dames en heren, de vlam voor de bevrijdingsvuur is gebracht door het GHC. Nogmaals ook namens ons, hè, bedankt dat jullie hem hier naartoe hebben gebracht. Hij wordt inderdaad volgende week ontstoken op onze lokale 17e Veteranendag die wij samen met de gemeente mogen organiseren. Dan wordt ook de bevrijdingsvuur aangestoken door de heer Karel Cornelissen. Bevrijding, 77 jaar geleden. Werd hier hard gevochten, vooral in deze omgeving, Gemerbakel. En het was ook nodig, want 5 jaar bezetting door Duitse troepen, ja, dat was geen pretje. Daar weten we alles van, we hebben op school daar veel van gehoord en geleerd. En nog moeten we het nog steeds vertellen, dat wij nu in deze tijd met vrijheid kunnen leven, kunnen zeggen en doen wat we denken. Dat is heel belangrijk. Hier staan veteranen, hebben gevochten in landen waar dat absoluut niet is. Nou ja, Afghanistan is het laatste missie die we als vanuit Defensie is geweest. En je ziet wat er gebeurt als NATO-troepen zich terugtrekken. Hoe snel het kan gebeuren dat een macht die we niet graag willen zien daar, toch daar het over heeft genomen. En het hele land in 4-5 weken tijd. Dat is jammer. Veteranen uit die missie hebben daar ook last van. Want ja, die hebben daar wel gevochten. Zijn maten verloren. En die we ook herdenken elke keer. Maar het is wel belangrijk om daarbij stil te staan. Dus vrijheid is niet iets wat je zomaar kunt kopen in een shop of een winkel. Vrijheid is belangrijk. Daarom zeggen wij ook als veteranen, we hebben gevochten in landen waar jullie nog geen weet van weten, maar we hebben wel daar
geprobeerd om de vrede terug te brengen en de democratie, wat heel belangrijk is. Vrijheid is belangrijk. Dank je wel.